We zijn in het Ostriethuis op de Meir in Antwerpen, waar onze nieuwe collectie van Odette Lunet gereleased wordt vandaag. We hebben dit jaar ook voor het eerst 2 pop-ups. Eentje in Gent op de Kalanderberg en eentje hier in Antwerpen. Dus het is toch wel een ander gevoel. Zo, ik kan niet altijd aanwezig zijn in beide winkels tegelijkertijd natuurlijk. Dus het is een verhaal van loslaten voor de eerste keer. En dat is wel extra spannend. Pop-up opent, wat kunnen de mensen hier kopen? Mensen kunnen hier natuurlijk Odettejes kopen, brillen. Maar ze kunnen ook Odettejes kopen en dat zijn ook sneakers dit jaar. Want we hebben een samenwerking met 70, dat is een ander Antwerpse label, een Belgisch label ook, dat 4 jaar geleden is opgericht. En de Belgische mode, daar ben ik helemaal fan van. En daar moeten wij natuurlijk een beetje promoten en samenwerkingen mee doen, hè. Jij lanceert blijkbaar de ene lijn naar de andere ook nog eens bij Sepp. Waar gaat het stoppen? Ik denk dat het nu wel oké is. Ik wil het nog wel allemaal kunnen handelen en ik wil het vooral graag allemaal zelf kunnen doen. Het is niet de bedoeling om mijn gezicht ergens aan te linken en daar dan niet zelf mee in verwikkeld te zitten. Ik wil echt van A tot Z alles mee kunnen opvolgen. Dus voor mij is het echt wel, dit is oké zo. Ik blijf mij focussen vooral op de brillen en op andere fashion items daar rond. Jouw brillenlijn ging al internationaal, maar er komen nog alsmaar meer landen bij. Ja, superleuk. Polen is nu heel goed aan het opstarten. Duitsland, waar onze brillen gemaakt worden, is heel goed aan het opstarten. In Frankrijk, waar ook een deel van onze brillen gemaakt worden, hebben we nu 60 verdeelpunten. In Nederland ook een 60-tal. Dus het is kei leuk. Maar het blijft wel investeren. En het blijft ook wel elke dag spannend. Ik dacht altijd van, dat gaat makkelijker worden als je langer bezig bent. Maar dat is helemaal niet zo. Het wordt alleen maar heftiger en onoverzichtelijker. En pittiger, maar ook wel leuker daardoor. De uitdagingen worden groter en ik hou van uitdagingen, gelukkig.